In de Airborne Tunnel is woensdagmiddag een man aangevallen door een Staffordhond. De eigenares van het dier liep na het incident door en werd verderop staande gehouden door omstanders. Wij vroegen wat er aan de hand was. Ik woon zelf in de remise. Ik kom daar weglopen. Ik loop bijna onder de berken. Er loopt een vrouw met een hond, met een zwarte Stafford. En die grijpt me zo naar mijn gezicht. En wat deed de vrouw toen? Weglopen. Weglopen? Ja. En ik heb politie erbij gehaald en andere mensen hebben die vrouw staande gehouden. En wat heeft de politie toen gedaan? Ik moest zo naar het politiebureau om aangifte te doen. Dus.